Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld aan een iPad, een device met veel handige functies. Ik laat het je zien. Mijn naam is Thijs en in dit filmpje laat ik je zien hoe je in de app GarageBand eenvoudig een muziekles kan geven. Check it out! Simpel een leuke muziekles geven? Dit kan op de iPad met de app GarageBand. Met deze instructie maken de leerlingen zelf een hip-hop nummer. Hoe tof is dat? Alleen het opnemen moest nog gebeuren. Open de app GarageBand en maak een nieuw nummer aan. Ga in de app naar drummer en klik op elektrisch. Klik vervolgens op het plaatje van Lea en kies onder Electronic voor Maurice. Zo heb je de juiste drumbeat gevonden voor je hip-hop nummer. Druk op play om je beat af te luisteren. Klik bovenin om naar het beginscherm te gaan. Klik op het plusje en ga naar de microfoon. Met stem kun je een rap opnemen. Klik op het rode rondje om de opname te starten. De goede beat stond al snel klaar. De tekst schrijven was ik zo voor mekaar. Alleen het opnemen moest nog gebeuren. Appeltje, uitje, zonder te zeuren. Mijn rap neem ik op met GarageBand. Alsof je een echte rapper bent. Dat klinkt al heel gaaf. Ga naar het beginscherm en sla je nummer op. Je muziekstuk is klaar. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.